De benoeming van Robert Gray van Tricht als de nieuwe governor van de Centrale Bank van Suriname is niet meer doorgegaan. Dat wordt bevestigd door het Nationaal Informatieinstituut. Perschef Cliff Limburg, om een reactie gevraagd, meldt dat de benoeming wegens organisatorische redenen geen voortgang heeft gevonden. Volgens hem wordt er gewacht op verdere instructies. Limburg weigerde in te gaan op de organisatorische redenen. Eerder is aangegeven dat Van Tricht, die de Nederlandse nationaliteit heeft, deze zou inruilen. Volgens minister Gilmore Hoefdraad van Financiën zou dat in orde gemaakt worden. Het is dus vooralsnog niet duidelijk wanneer de benoeming zal plaatsvinden.